Het is nodig om een omgeving te creëren waarbij iedereen in de samenleving zich beschermd, vrij en gehoord voelt. Daarom is de 6-daagse ballroom workshop georganiseerd. De ballroomcultuur draait om het bevorderen van genderinclusiviteit en heeft bijgedragen aan de acceptatie van de LGBTQ-gemeenschap. Daarom blijft dit een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. Omaira Tulsi, coördinator van de Pride Month Suriname 2023, zegt dat het blijven organiseren van zulke activiteiten een veilige omgeving biedt aan leden van de gemeenschap, waar zij zich makkelijk en in vrijheid kunnen uiten. Ja, wat we eigenlijk zagen is dat er heel weinig plekken zijn waar de LGBTQ+ community zichzelf kan ontdekken, verschillende dingen kan uitproberen in een omgeving waarin ze zich veilig voelen. En in Nederland is dit al zeker 10 jaar bezig. En dachten we, hey, dit is eigenlijk een hele goede methodiek om ook naar Suriname te brengen. Op die manier kunnen ze en met elkaar in contact komen, maar ook een soort van eigen gekozen familie creëren. Hoe kan je zelf met elkaar zorgen dat je elkaar kan ondersteunen, maar ook dat je je staande houdt in een omgeving die niet altijd even accepting is. En dat samen aangaan en creëren. Amber Vanyard, vertegenwoordiger van Ballroom Nederland, vindt het belangrijk om de Surinaamse LGBTQ-gemeenschap het voorbeeld van een veilige omgeving te geven. Tot nu toe lukt dit aardig, want de steeds groeiende ballroomgemeenschap is daar een voorbeeld van. We're trying to plant seeds so that in Suriname they can have their own ballroom community. So therefore we have, you know, Gabby and Oishi on the DJ decks teaching some of the kids how to DJ. We're having the commentators from the Dutch ballroom scene teach commentators over here so we can have their own hosts. And the kids are training, they are walking different categories, they're all sharpening their different tools and talents so that we can put them in the, what I call the outside world. I always like to say, you know, we practice holding our heads up high, walking fearlessly on the runway, because this is how we walk fearlessly in everyday life. And that's something that is important to us and I want to share with the community here. De bedoeling is om de eenheid die deze dagen is gecreëerd te tonen tijdens de jaarlijkse Pride Walk die op zaterdag 28 oktober wordt georganiseerd.